Theo is directeur van basisschool De Klokkenslag en hij wil graag met zijn tijd meegaan. Hij heeft daarom voor groep 6 25 iPads aangeschaft. De volgende dag deelt juf Thea de iPads uit aan haar leerlingen, die er meteen enthousiast mee aan de slag gaan. De ene speelt Angry Birds, een andere download muziek en de derde Skype met haar moeder. En zo vermaken ze zich allemaal. Maar dat is niet het idee wat juf Thea had. En nog helemaal niet het idee van directeur Theo. Wat ze wel precies hadden verwacht, weten ze eigenlijk niet zo goed. Een paar weken later is directeur Theo op een conferentie van Stichting Kennisnet over succesvolle ICT-integratie in het onderwijs. Hij maakte kennis met het 4-in-balans-model. Dat zijn 4 aspecten die allemaal op orde moeten zijn om ICT succesvol in het onderwijs in te bedden. Als eerste, visie. Wat vind je kwalitatief goed onderwijs en welke doelen wil je realiseren? Een visie omvat ook ambities en een duidelijke rolverdeling tussen leerkracht, leerling en ouders. Bovendien staan in de visie ook de randvoorwaarden die noodzakelijk zijn om dit allemaal te kunnen verwezenlijken. Dan komt de deskundigheid. Dat zijn de benodigde competenties van alle medewerkers, dus managers, leerkrachten, maar ook onderwijsondersteunend personeel, zodat ze bekwaam zijn om ICT in te zetten. Professioneel voor hun eigen handelen, maar vooral ook didactisch in de klas. Als derde is er het digitaal leermateriaal. Dat omvat alle digitale informatie die je gebruikt. Bijvoorbeeld de Digibord software, maar ook de educatieve software voor leerlingen of apps die je gebruikt. Ook hoort daar de elektronische leeromgeving bij en het leerlingvolgsysteem. Tot slot is er de ICT-infrastructuur. Dat staat voor de aanwezigheid en de kwaliteit van alle hardware en ook de internetverbinding in de school. Denk aan voldoende digiborden, computers, laptops, tablets, maar ook stemkastjes, camera's en wifi. Al deze puzzelstukjes moeten voldoende zijn doordacht. En ook de volgorde waarin je dat doet, maakt uit. Directeur Theo viel in de klassieke fout om achteraan te beginnen. Eerst kopen, vervolgens kijken wat dat ding kan en dan proberen te achterhalen hoe het werkt en hoe dat dan ook nog past bij jouw onderwijs. Nee, de koninklijke route is andersom. Het begint met het formuleren van een heldere visie op onderwijs en hoe je ICT erbij wil inzetten. Als je weet wat je wil en hoe je dat wil, kun je medewerkers scholen. Dan weet je ook welke digitale leermiddelen je in wil zetten en zijn medewerkers bekwaam om die te gebruiken. Het is daarbij natuurlijk noodzakelijk dat de ICT-infrastructuur op orde is. Om scholen bij dit proces te helpen, heeft Kennisnet een aantal tools ontwikkeld. Via onderwijstools.kennisnet.nl kun je direct aan de slag.